Goedemiddag. De Amerikaanse president Biden denkt dat Rusland Oekraïne wel degelijk gaat aanvallen. De procedure is gestart om Dave de Kok in ons land te berechten voor zijn betrokkenheid bij de dood van de 4-jarige Dien Verbergmoes. En Elise Mertens zit op koers. Ze gaat door naar de 3e ronde op de Australian Open. Amerikaanse president Biden is er zeker van. Rusland is van plan om Oekraïne binnen te vallen. De spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne lopen al een tijdje sterk op. De Russische president Poetin wil niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap. Daar maken de Europese landen en de Verenigde Staten deel van uit. Wanneer een land als Oekraïne daarbij zou aansluiten, ziet Rusland dat als een directe bedreiging. En Rusland wil zich volgens Biden laten gelden op het wereldtoneel. He is trying to find his place in the world between China and the West. And so I'm not so sure that he has is certain what he's going to do. My guess is he will move in. He has to do something. Joe Biden deed zijn uitspraak over Oekraïne tijdens een lange persconferentie. Die kwam er omdat Biden vandaag precies 1 jaar president is. Toen hij begon vorig jaar brandde hij van ambitie. Maar door tegenkanting in het parlement blijven veel van zijn plannen voorlopig dode letter. En ook zijn buitenlands beleid was nog niet echt een succes. Met de pijnlijke aftocht uit Afghanistan als dieptepunt. Een overzicht van 1 jaar Biden. Meteen na zijn eedaflegging op de trappen van het Capitool maakt Joe Biden duidelijk dat zijn ambities als president torenhoog zijn. It's time for boldness, for there is so much to do. Zijn eerste uitdaging is de COVID-crisis. Biden zet vaart achter de vaccinatiecampagne. Eind februari wordt de 50 miljoenste prik gezet. En om de economische schade te compenseren, stelt hij een reddingsplan voor van $2 biljoen, dat met wat moeite door het parlement raakt en dat hij in maart kan ondertekenen. 2 maanden na zijn aantreden struikelt Joe Biden op de vliegtuigtrap 2 keer. 3 keer zelfs, voer voor speculatie over zijn fitheid en zijn leeftijd. In juni brengt Bidens eerste buitenlandse reis hem naar Europa en ook naar Brussel, naar de NAVO, een alliantie waar hij, anders dan zijn voorganger Donald Trump, wel in gelooft. NATO is critically important for US interest in and of itself. If there weren't one, we'd have to invent one. Terwijl de Taliban in Afghanistan terrein veroveren op de regering, maakt Biden nog eens duidelijk dat de Amerikaanse troepen daar voor september zullen weg zijn. We did not go to Afghanistan to nation build. Maar dan gaat het ineens razendsnel en staan de Taliban in enkele weken in de hoofdstad Kabul. Duizenden Afghanen die met het Westen hebben samengewerkt proberen een plaats te bemachtigen op een vliegtuig naar het buitenland. Biden krijgt nu heel veel kritiek. Half september pakt Biden uit met een nieuw veiligheidspact met de Britten en de Australiërs, AUKUS. Voor Frankrijk betekent dat een streep door de rekening. Australië zal geen Franse onderzeeërs kopen. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. In november keurt het parlement na veel getouwtrek en met de hulp van enkele republikeinen ook Bidens grote infrastructuurplan goed om wegen en bruggen, waterleidingen en stroomnet te vernieuwen. Goed voor $1200 miljard. Biden is er trots op. That's the moment America began to win the competition of the 21st century. Maar Joe Biden krijgt niet alles gedaan waarvan hij gedroomd had. Zelfs in zijn eigen partij liggen sommigen dwars. Na 1 jaar in het Witte Huis is dat bij Biden doorgedrongen. There's a lot of talk about disappointments and things we haven't gotten done. We're going to get a lot of them done, I might add. Veren Soenes in New York, waar de dag zich op gang trekt. Joe Biden die heeft een aantal zaken gedaan gekregen, een heel aantal zaken ook niet. Hoe is het op dit moment gesteld met zijn populariteit?
Wel, niet bijster goed, Annelies. Hij is de op één na onpopulairste president aller tijden. Alleen Donald Trump deed nog slechter dan hij op dit moment in zijn presidentschap. Biden is begonnen met ongeveer 55% populariteit. Nu zit hij aan gemiddeld 40%. En het grote probleem voor Joe Biden is dat hij onpopulairder wordt in eigen rangen ook. Daar zou 13% minder dan bij de verkiezingen hem nog een goede leider vinden. En dat is zeer problematisch voor Joe Biden als hij nog plannen wil gaan uitvoeren. Maar je ziet na één jaar dat door de grote verwachtingen die zijn gecreëerd door deze president, die in het begin zeer goed op dreef was, een stoommachine in broekspijpen leek bijna met al die grote plannen. En het eerste grote plan dat goedgekeurd werd, dat corona-pandemieplan, om de Amerikanen beter te ondersteunen. Dat lukte allemaal, maar daarna ging het steil naar beneden en de mensen zijn ontgoocheld, teleurgesteld. En dat kan een slecht voorteken zijn voor de volgende verkiezingen. En die komen er al aan in november, Annelies. Ja, we zagen al in die terugblik wat er allemaal niet gelukt is voor Biden. Laten we ook eens vooruitkijken, want hij zegt ik wil nog allerlei zaken aanpakken. Wat wil hij gaan aanpakken de komende jaren? Wel, alles hangt af van die tussentijdse parlementsverkiezingen. Als hij daar zijn meerderheid kan behouden of vergroten, dan kan hij komaf maken met die dissidentie van die twee lastige senatoren in eigen rangen die president spelen en alles tegenhouden. Maar de verwachting is veel eerder dat dat niet zal lukken, dat hij die meerderheid zal verliezen. En dan gaat hij meer per presidentieel decreet moeten gaan regeren. Dus presidentiële besluiten afkondigen die al of niet aangevochten worden in rechtbanken. Maar hij wil nog altijd zijn stokpaardjes realiseren, zoals stukken uit dat sociale hervormingsplan, goedkoper kleuteronderwijs, goedkopere kinderopvang, lagere medicijnprijzen, lagere kosten om naar de universiteit te gaan. De politiehervormingen wil hij erdoor krijgen. Hij wil ook de kieswet hervormen. Maar het zijn allemaal grote plannen. Hij heeft nog 3 jaar om ze uit te voeren, maar alles hangt af. En dat is eigen aan een democratie. Checks and balances. Een president heeft gelimiteerde macht, dat wordt vaak vergeten, is niet almachtig, kan niet doen wat hij zomaar wil. Alles zal afhangen van die parlementaire meerderheden, of hij al of niet er nog iets door zal krijgen. Dankjewel, Björn. De onderzoeksrechter in Dendermonde, die het onderzoek voert naar de ontvoering en de dood van de 4-jarige Tien Verperkmoes, heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd om verdachte Dave de Kok te laten overbrengen naar ons land. De Kok werd opgepakt in Nederland en zit daar nu in de cel. Maar de Belgische en Nederlandse justitie hebben beslist dat hij in ons land zal terechtstaan. Verdachte Dave de Kok zal vandaag voor de officier van justitie verschijnen in Nederland. Die moet oordelen over zijn verdere aanhouding. Intussen zijn vanuit ons land ook al de nodige juridische stappen gezet om hem naar ons land over te brengen. Die procedure begint met een Europees aanhoudingsmandaat. Er is door de onderzoeksrechter in Dendermonde een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd wegens ontvoering van minderjarigen en moord. En wat betekent dat nu concreet voor de procedure? In een eerste fase zal de verdachte bij de officier van justitie moeten verschijnen om over de verdere aanhouding te oordelen. En dan later zal er ook nog een procedure voor de Raadkamer in Amsterdam zijn over de overlevering. En kan hij dan onmiddellijk ook worden overgeleverd na die procedure? Dit zal afhangen van het gegeven als de betrokkenen zich al dan niet verzet tegen de overlevering. Als Dave de Kok zich zou verzetten tegen een overlevering naar ons land, zal de procedure langer duren. Maar in elk geval zal hij worden overgeleverd. Het onderzoek loopt intussen voort, zowel in Nederland als in ons land. Romy W., de Nederlandse vriendin van Dave de Kok, die in ons land is aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, verschijnt morgen voor de Raadkamer in Dendermonde. Over haar rol bestaat nog veel onduidelijkheid, maar ze zou alvast tegen de moeder van Dien gelogen hebben over waar de jongen was. Ten vroegste volgende week vrijdag zal duidelijk worden wanneer Dave de Kok aan ons land zal worden overgeleverd. Maar als hij zich niet verzet, kan dat vrij snel gaan. Voorts is het ook nog wachten op de resultaten van de autopsie op het lichaam van de kleine Dien. Dat onderzoek door de wetsdokter in Nederland is intussen gebeurd, maar in het belang van het onderzoek wordt daar voorlopig niet over gecommuniceerd. Caroline van den Bergen bij het Parquet-Generaal in Gent.
Eind vorig jaar had de helft van alle lagere schoolkinderen antistoffen tegen corona. Dat blijkt uit een onderzoek van Cienzano. In september en oktober werden nog maar bij een kwart van de lagere schoolkinderen antistoffen gevonden. Dat betekent dat heel wat kinderen vorig najaar besmet zijn geraakt met toen nog de Delta-variant. Vaak zonder symptomen, dus veel van hen hebben dat niet eens geweten. Er zit weinig verandering in de tendensen van de vijfde coronagolf waar we in zitten nu, de Omicron-golf. Het aantal besmettingen stijgt. In de ziekenhuizen blijft de toestand beheersbaar. Afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld 232 covid-patiënten in het ziekenhuis terecht. Dat is ruim een kwart meer dan de week voordien. Er liggen nu 2568 covid-patiënten in het ziekenhuis, een stijging, maar steeds minder van hen belanden op intensieve zorg. Er sterven elke dag nog 20 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het aantal bevestigde besmettingen dan, dat waren er vorige week gemiddeld ruim 28.000 per dag, een stijging met goed een kwart. Maandag was er een absoluut record van meer dan 60.000 bevestigde besmettingen. En zelfs dat is een onderschatting, omdat meer mensen thuis een zelftest doen in plaats van een PCR-test en alleen die laatste wordt geregistreerd. Dat is niet onverwacht. We wisten dat het aantal besmettingen nog fel ging toenemen. Misschien nog iets belangrijker dan die 60.000 is het aantal mensen dat positief test, omdat ze zich willen laten testen om op reis te gaan of voor een COVID-safety-kit. Dat zegt zoiets over de achtergrondcirculatie van het virus. En dat bedraagt momenteel 10%. Dus 1 op de 10 mensen die je bijna willekeurig zou gaan testen, die test positief momenteel. En dat illustreert wel de heel hevige circulatie die we momenteel zien. De federale ombudsman voor energie heeft vorig jaar meer dan 9000 klachten ontvangen. Dat is ruim een derde meer dan het jaar ervoor. Het aantal klachten is vooral sinds september explosief gestegen. Dat was het moment waarop de energieprijzen fors de hoogte ingingen. Sommige leveranciers begonnen toen plots veel hogere voorschotfacturen aan te rekenen. Of ze veranderden, soms ten onrechte, vaste contracten in variabele contracten. Ook nu blijven er veel klachten binnenkomen. Het jaar is eigenlijk niet zo goed gestart in die zin dat er een aantal leveranciers al op het matje geroepen zijn omwille van het feit dat men dus het niet zo nauw nam met het omzetten van vaste naar variabele contracten. Er is ook een leverancier die al een eenzijdige prijsverhoging heeft doorgevoerd voor bezitters van zonnepanelen. En we stellen ook vast dat er ook nog wel wat problemen blijven bestaan met verkooppraktijken, dan vooral verkopen per telefoon of via het internet. Om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen kunnen meer mensen sinds kort terugvallen op het sociaal energietarief. Dat is het laagste tarief op de markt en het is beschermd tegen al te grote prijsstijgingen. Armoedeorganisaties, vakbonden en ziekenfondsen vinden de uitgebreide doelgroep nog niet groot genoeg. Ze vragen dat nog meer mensen met een laag inkomen het sociaal tarief kunnen krijgen. Het sociaal energietarief helpt 1 miljoen mensen, bevestigen armoedeorganisaties. Dat moet zo blijven, ook na maart. Bovendien denken wij dat het toch wel aangewezen is dat je aan de onderkant van de inkomensladder, net iets boven de mensen die nu recht hebben op sociaal energietarief, ook maatregelen moet treffen. Maar niet uw geld spenderen over de ganse bevolking. Concentreren op mensen met een laag inkomen die het echt nodig hebben. Dus liever geen brede btw-verlaging, maar rechtstreeks mikken op bijvoorbeeld het publiek van de voedselbanken. Daarbij is het goed dat de federale regering de laagste uitkeringen optrekt met 10%. Maar als we kijken aan het eind van de rit in 2024, dan zijn alleen de minimumuitkeringen voor gepensioneerden, voor ouderen, raken ongeveer aan de armoedegrens. De rest blijft er nog onder. Dus er moeten echt nog bijkomende stappen komen. Opmerkelijk, voor het Vlaams beleid, bijvoorbeeld in zaken kinderbijslag, is de kritiek veel feller dan voor de federale regering. De Vlaamse regering zal veel meer kunnen inzetten om de sociale toeslagen in de kinderbijslag in plaats van de indexering af te romen en bezuinigingen door te voeren in het ganse groeipakket. Het sociale woningbouw, dat is essentieel, vindt u, en daar mist u beleid. Nog zo'n verhaal. Ja, in plaats van de budgetten te beginnen verschuiven naar de private woningmarkt, of aan mensen duidelijk te maken dat dat miserievolk maar moet zorgen dat ze binnen de 9 jaar een andere woning gevonden hebben op de private markt, had die Vlaamse al lang moeten investeren in een groeipad voor de sociale woningbouw.
Autodelen wordt alsmaar populairder. Meer mensen kiezen ervoor om geen eigen auto te kopen, maar er een te huren wanneer ze er een nodig hebben. Het aantal autodelers is gestegen van 82.000 in 2020 naar 122.000 vorig jaar. Dat is de helft meer in een jaar tijd. Wij hebben zondag met gezin een auto nodig om naar vrienden op zoek te gaan. Dat is heel eenvoudig. Ik ga naar de website van Cozy Wheels. Ik kijk op de reservatiekalender of er een auto vrij is. Ik zie dat de auto van mijn buren nog heel de dag vrij is. Dus ik maak een reservatie en that's it. Pieter Jan gebruikt een systeem van autodelen waarbij hij samen met buren enkele auto's deelt. Dat is een van de drie systemen op de markt en ze zitten alle drie in de lift. Je hebt enerzijds het zogenaamde free-floating systeem. Dat is, met een app ga je een auto gaan oppikken en je mag hem overal in de stad terug achterlaten. Anderzijds heb je ook het roundtrip autodelen. Dat is in feite, je gaat een auto gaan oppikken op een bepaalde locatie en je brengt hem terug naar dezelfde locatie. En dan heb je het ook het delen van privéwagens, waarbij dan mensen hun eigen wagen ter beschikking stellen van buurtbewoners. Door corona is het thuiswerk toegenomen, waardoor mensen minder en minder een auto nodig hebben. En dan heeft autodelen zijn voordelen. Het is een hel om hier parkeerplaats te vinden. Dat is een zeer praktische overweging van ons. Het is financieel voordeliger. De kilometerstand. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde auto maar 34 minuten per dag rijdt. De rest van de tijd staat hij stil. Autodelen verhoogt dus de efficiëntie. Dat betekent dat die groei enkel nog maar kan beter worden. Bovendien zien we ook bijvoorbeeld met corona dat de Belgische werkgever, de helft daarvan, ziet het zitten om thuiswerk structureel in te voeren. En als je dan ziet dat er de auto zo weinig gebruikt wordt, dan is het potentieel enorm. Wat zijn de nadelen? De nadelen, ik heb niet altijd een auto ter beschikking, al is dat slechts heel sporadisch dat dat niet lukt. Je moet een beetje meer leren plannen. De eerste internationale hulp is aangekomen in Tonga, de eilandengroep in de Stille Oceaan. Werd vorig weekend getroffen door een verwoestende onderzeese vulkaanuitbarsting. Zowel uit Australië als uit Nieuw-Zeeland zijn militaire transportvliegtuigen geland met levensnoodzakelijke goederen aan boord. Communicatie met Tonga was dagenlang onmogelijk omdat onderzeese kabels vernield waren. Zo ziet Tonga eruit, 6 dagen na de vulkaanuitbarsting en de daaropvolgende tsunami. Alles is bedekt met een laag as. Bomen werden ontworteld door de vloedgolven. Bijna iedereen op de Tonga-eilanden draagt de gevolgen van het natuurgeweld. About 84.000 people, that's more than 80% of the population, have been impacted by the disaster, with 3 confirmed fatalities to date. Injuries have also been reported. Vernielde telefoon- en internetverbindingen zijn intussen gedeeltelijk hersteld. De landingsbaan op de luchthaven moest worden schoongemaakt voordat er hulp kon arriveren. There was a mammoth effort by His Majesty's Armed Forces to clear that runway by hand, and they've achieved that this afternoon. Daardoor konden er dus vliegtuigen landen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Een bijkomende bezorgdheid voor de hulpleveringen is de veiligheid in zaken COVID-19. Tonga bleef zo goed als volledig gespaard van coronabesmettingen op één geval na. De hulpverleners nemen dus de nodige voorzorgen. The best way that I could describe it is it's going to be no contact. We are going to rigorously be disciplined in ensuring that COVID is not transmitted into Tonga. Intussen is vanuit Nieuw-Zeeland ook een marineschip vertrokken met hulpgoederen en een helikopter om de goederen te verspreiden. Een tweede schip vertrekt later met een grote hoeveelheid drinkwater voor de getroffen eilanden. De vorige paus, Benedictus, ontkent dat hij kindermisbruik in de Duitse katholieke kerk heeft toegedekt toen hij aartsbisschop was van München-Freising van 1977 tot 1982. De beschuldiging staat in een rapport van een onderzoekscommissie die het aartsbisdom zelf bevolen heeft. Benedictus zou 4 keer in de jaren 70 en 80 niets gedaan hebben toen hem getuigenissen bereikten over misbruik door priesters. Hij zou de priesters in hun functie gelaten hebben en geen sancties genomen hebben. Het Amerikaanse leger heeft vertrouwelijke beelden vrijgegeven van een mislukte luchtaanval in de Afghaanse hoofdstad Kabul in augustus vorig jaar. Het was een drone-aanval die 10 burgers het leven kostte, onder wie 7 kinderen.
De Amerikanen zeiden eerst dat ze een IS-terrorist hadden aangevallen. Later bleek het om een hulpverlener te gaan. Het Amerikaanse leger gaf de zware fout toe. Het publiceert nu ook de beelden nadat de krant de New York Times dat heeft afgedwongen via het gerecht. Aster, tennis voorop. Elise Mertens, ze doet het goed hè, in Australië. Ja, inderdaad. Ze is door naar de volgende ronde. Door naar ronde 3, Annelies. Elise Mertens won vanmorgen vroeg van een Roemeense, Camelia Begu, die toch een kleine 40 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. Een logische, maar ook verdiende zege was het. In twee sets, 6-3 en 6-2. Irina Begu is de nummer 64 van de wereld. Hun vorige twee ontmoetingen had Mertens al gewonnen en ook nu start ze sterk. In het vierde spel gaat ze door de opslag van de Roemeense met een verwoestende voorhand. Misschien is dat wel het recept van haar nieuwe coach Simon Goffin, de broer van David, die haar aanvallender wil laten tennissen. Maar dat kan ook met versnellingen vanaf de baseline. Weer met de voorhand naar 6-3 setwinst. In het begin van de tweede set wil Begu het tempo bepalen. Ze stoont regelmatig naar voren, niet altijd op het goede moment. Hier staat ze in een verloren zone in het midden. Mertens scoort met een backhand in de voeten. De break is een feit. Elise Mertens domineert en na een uur en 17 minuten zit de klus er al op. Zij het dan met een bal die via de netrand naar beneden fladdert. 6-3, 6-2, haar volgende tegenstandster wordt de Chinese Chong Shui. I mean, it feels pretty good. I had a pretty good day today. It was a pretty solid match for me. I think my serve is working well. And of course you get an advantage when you put a lot of first serves in. She's kind of a hard hitter, so I knew I had to bring that one more ball back and let her play a little bit. A little bit hotter today, different conditions, but I think it was in my favor. Herman van Holsbeek, voormalig manager van voetbalclub Anderlecht, zit zeker tot maandag in de cel. Hij is opgepakt in het onderzoek naar fraude rond voetbalmakelaar Christophe Henrotet. Die fraude zou gebeurd zijn bij enkele transfers van spelers, maar ook op het moment dat Mark Koeken Anderlecht gekocht heeft. En van Holsbeek is ook betrokken in die andere fraudezaak rond spijt op tante Dejan Velkovic. Daar maakte het parket vorige week bekend dat het onder andere van Holsbeek voor de rechter wil brengen. Herman van Holsbeek is de voorbije jaren al ondervraagd in het kader van verschillende onderzoeken naar fraude, maar nu zit hij voor het eerst in de cel. Dat is opvallend. Wel, tot op vandaag had Herman van Holsbeek in de verschillende dossiers nog geen dag in de cel doorgebracht. Ook in operatie Propere Handen werd hij eigenlijk na verhoor vrijgelaten zonder voorwaarden. Zag hij daarin een bewijs van zijn onschuld, maar ondertussen is er veel veranderd natuurlijk. Hij staat op de lijst van 56 mensen voor wie het parket doorverwijzing vraagt. Hij is in dit dossier 2 jaar geleden al in verdenking gesteld en nu beschikt het gerecht blijkbaar over 1 of meerdere documenten waaruit blijkt dat Herman van Holsbeek, anders dan hij zegt, wel degelijk geld heeft ontvangen bij transfers. Van Holsbeek zou niet alleen gefraudeerd hebben bij transfers, maar ook bij de verkoop van Anderlecht aan Mark Koeken in een constructie met spelersmakelaar Christophe Henrotet. Mark Koeken heeft enkele jaren geleden al een klacht ingediend tegen Van Holsbeek. In een andere fraudezaak, die rond spijt op tante Dejan Velkovic, zou Van Holsbeek zich onder andere laten betalen hebben met luxe horloges. Maar het is een vaststelling dat de naam van Herman van Holsbeek zo in ongeveer elk dossier opduikt of in een luik ervan. En volgens het parket heeft Herman van Holsbeek de voorbije jaren constructies opgezet en met Velkovic en met Bayat en met Henrotet. Met als simpel doel eigenlijk de club waarvan hij 15 jaar lang het uithangbord was, waarvoor hij 15 jaar lang onverschrokken op de barricades heeft gestaan, op te lichten met het simpele doel om zichzelf te verrijken natuurlijk. Herman van Holsbeek zit zeker tot maandag in de cel. Dan kan de raadkamer dat verlengen. Hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Transfernieuws uit Oostende. Het is niet van een speler, wel van de coach. Alexander Blessing is plots weg, verrassend weg, naar Genoa uit Italië. De Duitse trainer wordt voor zo'n 2 miljoen euro weggekocht en moet Genoa, de club van Zinho van Heusden, in de Serie A zien te houden. Het staat voorlaatste. Maar Oostende zit zo dus wel zonder zijn succescoach. Vorig jaar loodste Blessing de club bijna richting top 4. Een huzarenstukje na een seizoen waarin het bijna degradeerde. Dit seizoen vergaat het Oostende wel een pak minder. Dus rook Blessing zijn kans en is hij weg. Ook Justine Odeurs is weg, trouwens, bij de Red Flames, de nationale vrouwenploeg. Odeurs zet een punt achter haar loopbaan als international. Ze was nogthans jarenlang de vaste nummer 1 van de Red Flames.
maar viel eind oktober naast de selectie voor twee belangrijke WK-kwalificatiematchen. Een maand later was Udeurs er opnieuw bij, maar bleef ze op de bank tegen Armenië en Polen toen, zonder een deftige uitleg. Het was voor Udeurs de druppel die de emmer deed overlopen. Ze spreekt zelf van een gebrek aan respect. Voilà, dat was het sportnieuws. Kort maar krachtig. Dank je wel, Aster. En zo pas is de 19-jarige Zara Rutherford geland op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem na een solovlucht van 52.000 kilometer rond de wereld. En daarmee heeft ze een nieuw wereldrecord gevestigd. Rutherford is nu de jongste vrouw ooit die solo rond de wereld vloog. Ze vertrok midden augustus vorig jaar van op dezelfde luchthaven en vloog de voorbije 5 maanden over 5 continenten en 57 landen. 5 maanden en 2 dagen deed ze over haar solovlucht. En dat is 2 maanden langer dan voorzien. Maar rond 1 uur is de Belgisch-Britse Zara Rutherford dan toch eindelijk geland op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Familie en vrienden wachten haar daarop, want Zara vloog helemaal alleen rond de wereld. Er was ook geen volgvliegtuig. Een bijzonder trotse papa Rutherford stond vanmorgen te glunderen op het tarmac. It's been a long journey. But she's done really, really well. She's had to dig deep. She's had to find resilience and depth that far beyond her 19 years. And I'm really, really proud. And it'll be good to have her home. Het was een helse tocht voor Zara. Ze zat een tijd lang vast in Alaska door een sneeuwstorm, kreeg daardoor problemen met haar visum om in Rusland te landen, mocht omwille van COVID niet via China en moest daardoor omvliegen via Zuid-Korea. Maar vooral in Alaska verloor ze dus bijzonder veel tijd. Once winter has come in Alaska and Siberia, it tends to stick around. So she lost about 2 months between Alaska and Siberia. But she hung in there, she waited. I think it will remain a unique experience for her, that period of her life. But she was certainly very glad to get to warmer climes. And now, of course, it's colder again, but that's okay. Zara is dus de jongste vrouw ooit die solo rond de wereld vloog. En wat ze nu gaat doen? Ik denk dat haar eerste grote project is een week slapen. En gewoon niks doen. En dan wil ze haar missie verder zetten. In de mate van het mogelijke wil ze blijven jonge meisjes en vrouwen motiveren om gewoon hun hart te volgen en hun dromen te willen verwezenlijken. En vanaf september zou ze heel graag de universiteit beginnen, omdat ze eigenlijk wel droomt, misschien, heel misschien, om astronaut te worden. Zara wil meisjes dus blijven aanmoedigen hun dromen na te jagen. Straks is er nog Villa Politica vanuit de Kamer. U kunt dat volgen vanaf 3:15 op dit net. We begonnen dit journaal in de Verenigde Staten. Daar is president Biden precies 1 jaar aan de macht. In de persconferentie zei hij dat hij er zeker van is dat Poetin Oekraïne zal binnenvallen. Bedankt voor het kijken. Mooie dag nog en tot vanavond. He is trying to find his place in the world between China and the West. I'm not so sure he has certain what he's going to do. My guess is he will move in. He has to do something. Zij is de op 1 na onpopulairste president aller tijden. Alleen Donald Trump deed nog slechter dan hij. There's a lot of talk about disappointments and things we haven't gotten done. We're going to get a lot of them done, I might add. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.